Allereerst wil ik iedereen hartelijk welkom heten bij deze eerste steenlegging. Alhoewel, het is geen eerste steenlegging, want er liggen al een heel partij. Maar het is meer de onthulling van de plaquette die hier onder die mooie vlag zit. En dat gaan we vandaag doen. Bijzonder welkom natuurlijk aan wethouder Willy van der Langenberg. En de contouren, meer dan de contouren, zijn nou zichtbaar. En wat krijgen we hier dan uiteindelijk achter ons? Ruim 750 vierkante meters, die in feite verdeeld zijn in 8 kleedlokalen met doucheruimte, een scheidsrechterslokaal, een EHBO-massageruimte, we gaan ze goed verzorgen, een wasruimte, opslag voor kleding, een keuken en opslag hierachter. En ons best gedaan. En ik ben ook van overtuigd dat we hier de komende tientallen jaren een perfecte accommodatie hebben waar we mee vooruit komen. Ook hebben wij het voordeel dat we nu een stuk voorsprong hebben op de achterstand Willy van Langenberg. En maar ook zijn voorgang natuurlijk, die uit Van West nog eens af en toe meekijkt hier in Bochtel, die ook veel weet. Ja, toch iedere keer een apart fenomeen dat zoveel mensen daar op die dag van kunnen genieten. En dat doe je in feite door bij willen winnen, maar er mag ook een keer verloren worden. Dus je moet ook leren, zo voor elkaar gekregen. En ja, tot nog toe zijn we absoluut ook zeer te spreken over de samenwerking met de aannemer. Middels 88 jaar van opzet, dus ja, wij kunnen in vele en misschien wel allemaal in goede gezondheid de 100 jaar bestaan mee gaan maken. En die ereleden hebben uiteindelijk gemaakt wat de club nu is. Dat doet niet zeg maar stenen of gebouwen of noem maar op. Nee, mensen maken de cultuur, mensen maken een club. En uiteindelijk staan hier bestuurders achter mij die die club vorm hebben gegeven. En daar kunnen ze met elkaar trots op zijn. Nou, ODC heeft bijna 100, bijna 1000 leden, 200 vrijwilligers. Een gezonde financiële positie al jarenlang. Een jong bestuur, behalve ik zelf natuurlijk. Maar we hebben ook uitdagingen naar de toekomst, want als we kijken naar Molenwijk, er is nog heel veel, heel belangrijk te doen. Er is gelukkig steun vanuit de gemeente, middelen zijn vastgelegd, maar je moet altijd afwachten of het afblijven anderen. Maar goed, ik heb toch het vertrouwen in dat daar goed op gelet wordt. En ja, we zitten tot slot in de maand mei, het voorjaar. Ja, Tom, dankjewel. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En we staan hier nou ook, en daar zou ik ook nog aan toe kunnen voegen, goede werk en tijd nodig. Ja. Ik weet uit mijn vorige bestuursperiode, en die eindigde in 2002, dat ik toen al met Kees Bekers al enkele jaren rond de tafel zat om te kijken hoe moet het nou met ODC verder. De vraag van ODC was ook helder. Wij willen naar één accommodatie, want we hebben 1. Te weinig vrijwilligers om 2 accommodaties te runnen. En 2, het kost ons enorm veel geld om 2 accommodaties in stand te houden. Dat was het vertrekpunt naar de plek waar wij nu staan. Zo zijn we begonnen, daar hebben we jaren over gesproken. We hebben toen tegen elkaar gezegd, we hebben op dit moment geen plek waar we dat zouden kunnen doen. Wacht de strategische visie af. En in die strategische visie gaan wij een plek bepalen waar ODC gehuisvest kan worden op 1 accommodatie. En die accommodatie, dat wordt de renbaan. Dat werd later vastgelegd in de strategische visie. Vervolgens komen we dan in procedures terecht. En procedures weet je nooit van hoe dat die uitpakken. We weten in ieder geval dat de procedure op de renbaan niet goed uitpakte voor ODC, omdat de Raad van State er een streep doorhaalde. En vervolgens hebben we gekozen voor 1 accommodatie op Essenheiken. En daar had eigenlijk maar 1 groot probleem. Dat was de manege, die moest verplaatst worden. En vervolgens waren we natuurlijk ook met z'n allen weer heel bang dat we enorm lange procedures zouden krijgen, omdat wij in al onze bestemmingsplannen in Bokstel geen enkel plan hadden waar een manege in geplaatst kon worden. Met andere woorden, we moesten de manege gaan plaatsen. 1. Met een nieuw bestemmingsplan maken. Als je daar bezwaren tegen krijgt, enzovoort, enzovoort, ben je ook een jaar of 7 onderweg. Kunnen we verder ook niks aan doen. Ook al doen we, werken we er nog zo hard aan. Vervolgens ben je er ook afhankelijk van de procedures. En daar is toen voor gekozen. 1. We gaan het wel proberen. Na enige tijd werd ook wel duidelijk, dat gaat te lang duren. Vervolgens hebben we ook dat plan weer verlaten. En hebben we gezegd, oké, dan toch maar op 2 accommodaties. Maar gaan we het toch maar doen op Essenheiken. Toen hebben we vervolgens in 2010 onze 2 kunstgrasvelden hier neergelegd. En met elkaar gesproken in 2011, en ik denk dat Tom daaraan bedoelde dat die gesprekken toen wel eens lastig
en vervelend waren en het land moeilijk waren. Dat we toen ook wel eens tegen elkaar, toen we elkaar denk ik even niet zagen toen we buiten de deur waren, gezegd hebben, en dat gaat het dus niet worden. Dat hebben we geprobeerd. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn, anders hadden we hier op dit moment niet gestart. Het geld kwam beschikbaar om de kleedaccommodatie te bouwen. Niet om het clubhuis te bouwen, en daar ging heel veel discussie toen over. Want de ODC was nog van mening dat dat ook iets voor de gemeente zou zijn. Dat vonden wij nou van niet. Die discussie die hebben we ook gevoerd, daar zijn we ook weer uitgekomen. En dat betekent dus dat de totale investering die we hier op dit moment doen, dat de gemeente, ik dacht iets van 76% voor de rekening neemt, de ODC 24%. Debbie heeft het vanmorgen uitgerekend, dus ik noem de bedragen die zij gezegd heeft, dus die zullen waarschijnlijk, maar klopt. Nu staan we hier. We gaan nu de eerste steen van de leven, dat gaat wel heel veel, maar we gaan wel even toch een momentje stilstaan omdat we toch weer een mijlpaal bereikt hebben voor ODC. Ik wil vanuit het gemeentebestuur zeggen in ieder geval ODC, gefeliciteerd met deze mijlpaal, want het is fantastisch. De ODC, natuurlijk hebben wij er ook aan meegewerkt en zijn we er ook bij betrokken geweest, dat ODC het op deze manier klaar heeft gekregen. Er zitten enorm veel uren in van vrijwilligers. Wij denken daar, we zeggen het klaar. Maar als ik zie hoeveel uren dat deze mensen al met ons doorgebracht hebben, als ik zie hoe vaak dat die hier bezig zijn, wat er allemaal gebeurt, door 200 vrijwilligers, zonder vrijwilligers, hadden wij hier op dit moment niet gestart. Ik wil ODC daarmee in ieder geval van harte feliciteren en ook complimenteren, want het is fantastisch dat wij samen op deze manier dit gaan realiseren. Geweldig goed dat dat op deze manier kan. En we gaan er ook graag met jullie mee verder. We gaan dus nu de pakketten onthullen, heb ik begrepen. Wij gaan graag verder met ODC naar het vervolg. De gesprekken met Molenwijk zijn we gestart. Wij gaan daarmee verder. En wij hopen ook heel snel daar de plannen verder te kunnen ontwikkelen. En dat wij met elkaar verder kunnen om over enkele jaren te kunnen zeggen, ODC zit op een fantastische manier gehuisvest. Kunnen we ODC? We willen natuurlijk wel feliciteren met dit resultaat. Maar zij zelf de grootste bijdrage aan geleverd. Handen aan de vlag dan. Hè. Handen aan de vlag. Let op. Moeten we meer op jongens, hè? Moet je doen. 3. Ja, knallen. Knallen. Keurig. Ja, 5 2000. Mooi zo.